2,5 jaar geleden op de A4. Daar heeft hij een belofte aan, onder andere aan mij gemaakt, dat hij zich daar hard voor ging maken. Om de oneerlijke concurrentie eigenlijk weg te proberen te krijgen. En die belofte is hier wel in mijn ogen heel goed nagekomen. Ik ben 3 jaar werkzaam bij Menzies Aviation op Schiphol. Eerst als uitzendkracht, maar nu sinds april deze jaar heb ik mijn contract gekregen voor onbepaald tijd. Daar ben ik heel blij mee, omdat ik nu gerust op vakantie kan gaan zonder zorgen te maken. Ik word door uitbetaald, mijn pensioen is beter geregeld. Dit is dankzij de nieuwe wetgeving. We hebben vorig jaar cao-onderhandelingen gehad en gelukkig lag daar het sociaal akkoord. En dat betekende dat wij een afspraak hebben kunnen maken dat er geen tijdelijke banen meer zijn in ziekenhuizen. Maar dat mensen een vaste baan krijgen. En dat betekent dat mensen die in een ziekenhuis werken geen onzekerheid meer hebben. En dat zij ook het gevoel hebben dat ze erbij horen. Ik hoorde Lodewijk nog zo zeggen van nou ja, maar we gaan toch geen kruistocht tegen de wallen beginnen. Lodewijk ging zich erin verdiepen, schrok zich rot. En besefte toen ook van ja, hier mogen wij niet wegkijken. En vervolgens heeft hij dat in beleid omgezet. En dat was ontzettend dapper, want ik weet niet of je de commotie van toen nog kan herinneren. Maar eigenlijk was het gewoon aanpak van de misstanden, van de criminaliteit, zware criminaliteit en van vrouwenhandel. Toen ik directeur werd, was hij wethouder van onderwijs. En vanuit die rol heeft hij ook heel veel gedaan voor het onderwijs, vind ik. Allerlei beleid gemaakt op kwaliteit van onderwijs verbeteren. Ook in de aanpak van de preventie van verzuim. Dat deed hij voor alle scholen. Maar hij heeft voor het Calvijn wel veel extra gedaan. Omdat het ook in zijn ogen een verwaarloosde school was die dat nodig had. Sinds 1 januari 2016 is heel veel dingen veranderd bij je overheidsschoonmaak. Zoals respect, reiskosten, als je ziek bent, krijg je doorbetaald. Vroeger was het groot verschil, zeg maar. Als je ziek bent, de eerste 2 dagen niet betaald. Reiskosten was het niet. Opbouwpensioen was helemaal bijna niks. Dus het is echt een groot verschil. Ik heb Lodewijk ontmoet in 2005. Toen was hij deelraadslid. We hebben een spotje gemaakt, asociaal gedrag moet hard worden aangepakt, maar je moet jongeren wel een toekomst bieden. Daarna hebben we contact blijven houden. Hij werd toen wethouder en ik was bezig in de buurt om allerlei activiteiten te doen met jongeren. Ja, dat was voor mij natuurlijk gewoon heel erg indrukwekkend, omdat ik had het gevoel er wordt naar me geluisterd en dat gaf mij ook de inspiratie om door te gaan met dit werk. Gelijkwaardigheid, dat heb ik ook altijd gezien bij hem. Het is zelfs een keer zo dat een leerling zei de volgende dag, ik zag de minister op tv en die zei wat ik hem had verteld in de klas. Dus hij neemt dat ook heel serieus. Heel laat in de avond, na een raadsvergadering, kwam ik tegen op de fiets en we raakten in gesprek. We stonden een uur in de kou te praten. Dat is Lodewijk, staat altijd in de verbinding. En als hij neemt de tijd voor je, luistert ook en doet er ook wat mee. Ik hoop dat hij nog veel jaren dit werk zal doorzetten, voortzetten voor onze mooie Nederland. Eigenlijk verdient Nederland iemand als Lodewijk. Dat is, ja, als je met hem gewerkt hebt, dan kan je misschien het enthousiasme voelen wat ik voel. Ja, voor ons is minister Asscher heel erg belangrijk geweest. En hij heeft zijn belofte echt nagekomen. Dus ja, daarom sta ik hier ook. Om dat ook een beetje te steunen. En hij steunt ons, dus wij moeten die steun teruggeven.